denk dat we hier zijn in het paleis van de vrije meningsuiting. En ik zal daar ook gretig gebruik van maken. Er bestaat ook een reglement, meneer Mevrouw de voorzitter. Meneer de premier, heb u nog een bestuurdersploeg of is het een zootje ongeregeld? Ongeregeld. De socialisten van vooruit en zelfs van de PS zijn rood van woede omdat ze Brussels minister Pascal Smet hebben moeten opofferen. De man werd terecht gedwongen om zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen omdat hij de slachter van Teheran en een Hanse voetbalploeg terreuragenten uitgenodigd had naar onze hoofdstad. Hij heeft hen zelfs kost en inwoon gegeven. Mevrouw Melissa kan niet zeggen wat u gisteren gezegd hebt. De ecologisten, de groenen, slaan ook groen uit van colère. Omdat ze enkele maanden terug Sarah Slits gedwongen hebben ontslag te nemen. Omdat ze haar logo gebruikte voor electorale belangen. Twee maten, twee gewichten. Anderen mogen liegen. De Vlaamse liberalen zitten hier al maanden blauw van schaamte en ze hebben terug een blootje opgelopen. Ze hebben eerst mevrouw Eva de Bleker moeten doorsturen omdat ze de waarheid zegt en we gaan u een leugenaar gaan beschermen. En meneer de minister, ze lopen nog een extra blootje op, want uiteindelijk heeft u ook moeten bekennen dat u zelf op de hoogte was van het gesjoemel met de visa. En welke kleur moeten de mensen van Hemeir hebben? Welke kleur moeten jullie al zijn? Appelblauw zeegroen waarschijnlijk. Ja? Als je de verdediging moet opnemen van een minister die eerst de lok van haar haar afknipt uit medeleven met de marteldood van Amini omdat ze geen hoofddoek wilde dragen, maar daarna een visum verleent aan haar beulen die de zwarte piet toeschuift aan een collega minister Pascal Smet. Een minister die liegt over de adviezen van haar instellingen van OCAT en dergelijke meer. En een minister die zelfs andere parlementairen zoals Daria Safai in verlegenheid brengt. En in gevaar brengt. Meneer de minister, hoe zult u dit zootje ongeregeld nog op één lijn krijgen? Ik dank u. Parlementaire procedures die zijn belangrijk. En als het parlement vraagt dat ministers duidelijkheid geven, dan moeten ze die duidelijkheid geven. En als het parlement dat opnieuw wil doen, dan heeft ze het recht om dat te doen. Maar de commissie van gisteren, het incident is wel gesloten. Er waren twee interpellaties en het incident is wel gesloten. Als het parlement daar verdere... Collega's, alsjeblieft. Als het parlement verdere vragen wil stellen, heeft ze alle mogelijkheden om die vragen verder te stellen. Als er zaken zijn die niet duidelijk zijn, dan zal die transparantie gegeven worden. Ik heb daar geen enkele twijfel over. Maar als de vraag is welke de prioriteit van deze regering is, wat is de samenhang van deze regering, dan is dat zeer duidelijk. Het beschermen van onze koopkracht, zorgen dat er jobs kunnen gecreëerd worden, zorgen dat er economische groei is, zorgen dat er bevoorradingszekerheid is. Dat zijn de vragen die hier moeten gesteld worden. Dat zijn de vragen die hier moeten gesteld worden. Als men in detail wil gaan ten opzichte van de discussie over de Urban Summit, dan zullen we dat verder doen in commissie, als die commissie beslist dat dat nodig is. Maar de samenhang van deze regering, de opdracht van deze regering, die is zeer duidelijk. Hè? We gaan blijven zorgen voor de mensen. We gaan blijven zorgen dat ons land functioneert. We gaan blijven zorgen dat er economische groei is. En we gaan blijven zorgen dat er in ons land beslissingen genomen worden en dat ons land verder vooruit kan gaan. Dank u wel. Meneer de premier, u bent de uitvoerende macht. Het is niet aan u om te bepalen wat wij hier als wetgevende kamer moeten doen, wanneer we mogen vergaderen en wat we mogen zeggen. Wij zijn volksvertegenwoordigers, gekozen door het volk, en dat is hier de tribune van het volk waarin wij onze verantwoording moeten afleggen. Dat is het probleem. Vorige week zat mevrouw Labib daar. Mevrouw Labib heeft gelogen. Gelogen. En als u nu probeert de vis te verdrinken in een of andere commissie, dan bent u verkeerd bezig. En mevrouw Labib moet naar hier komen om zich minimum te verontschuldigen, maar in principe, beste collega's, om haar ontslag te geven aan de bevolking. Want een minister die liegt, die moet opstappen. Ik heb al de voorbeelden gegeven. Mevrouw Slits heeft hier moeten opstappen. Jullie groenen, het zou beschamend zijn als jullie dat blijven steunen. Mevrouw Labib heeft gelogen en moet gaan. Ik dank u, premier.